Oké, dankjewel Dieke voor deze mooie inleiding. Ik ga het hebben inderdaad over het vertrouwensexperiment. Ik zie dat mijn presentatie nog niet in beeld is, maar... Ik kan gewoon doorklikken. Oh, ik kan gewoon doorklikken. Ah, oké. Super, hier is hij. Ik ga dus iets vertellen over dat experiment, die proef, die is gehouden bij 10 gemeenten. Ik ga het vooral vandaag hebben over wat er in Tilburg is gebeurd. Omdat dat wellicht ook het mooiste experiment is. maar vooral ook omdat we hier in Tilburg bij elkaar zijn en ook we hierover met elkaar van gedachten gaan wisselen. Het thema van vandaag is maatwerk. Dat stond ook redelijk centraal in het experiment, maar niet alleen. Het ging in brede zin over vertrouwen geven, aandacht geven. En maatwerk is daar, via maatwerk was het instrument waarmee je dat vertrouwen en aandacht ook aan de mensen geeft. Als ik kijk naar wat wij gedaan hebben in dat experiment, er zijn 10 gemeenten, bij elkaar zijn er meer dan 5000 mensen bij betrokken, maar het zijn nog grote gemeenten, het zijn Tilburg, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Wageningen en Deventer. Die hebben meegedaan aan wat wij noemen een officieel experiment. Daarvoor was wetswijziging nodig in de participatiewet. Daarnaast hebben een aantal gemeenten de moed opgepakt om zelf aan de slag te gaan met een toets en een proef. Een experiment, dat zijn Apeldoorn en Epe-Os. En Amsterdam ook, maar ook zelfs nog Gelderop-Mierlo, die hier niet staat genoemd. Tilburg is best ook wel uniek, niet alleen omdat het Tilburg is, maar ook omdat het in Tilburg ook maatschappelijke organisaties van meet af aan betrokken zijn geweest bij de opzet van het experiment. En dat is uniek bij al die 10 gemeenten. Het idee is, zoals Dieke al gezegd heeft, als je kijkt naar de huidige bijstandswet, dat is omgeven met moeders en toeters en regeltjes. Als je nou met minder regels aan de slag gaat, kunt gaan, meer gericht ook op zelfredzaamheid, maar meer ook gericht op aandacht geven, vertrouwen en maatwerk, werkt dat dan beter dan de bestaande wet, de bestaande manier van uitvoeren van die wet. En wij noemen dat soms ook wel de menselijke maat, dat die wellicht wat vergeten is. En wellicht ook vraagt dat een ander mensbeeld. Het economisch mensbeeld, dat mensen via financiële prikkels gestimuleerd worden tot bepaald gedrag. Dat is misschien wat te dominant geweest. En we zouden ook moeten kijken naar een ander mensbeeld, een sociaal mensbeeld. Want mensen gaan niet alleen werken om het inkomen, maar willen ook waarde toevoegen aan die samenleving. Dit zijn de aantallen. Ik ga daar niet heel uitvoerig op in, maar dit zijn de aantallen van al die experimenten bij elkaar. Bij elkaar zijn het bijna 5.500 mensen die hebben deelgenomen. En dat is best veel. Ik noem het wel eens het grootste experiment ooit, althans in de sociale sfeer in de wereld. Misschien overdrijf ik daar een beetje, maar het is wel toch wel redelijk uniek. Als je kijkt naar de onderbouwing van het experiment, dan hebben we natuurlijk als wetenschapper zijn we van tevoren hebben goed nagedacht over wat willen we eigenlijk met die proef gaan doen. En dat is ten eerste dat we op een andere manier gedrag willen gaan sturen in de manier waarop we met mensen omgaan in die bijstandswet. We weten dat als je wat minder drang op mensen uitoefent, wat minder gestrest, en mensen ervaren daardoor ook minder stress, dat ze meer tijd en meer ruimte hebben, ook mentaal, om zeg maar die activiteiten te ontplooien die daarvoor nodig zijn. En tegelijkertijd willen we ook in dat experiment, vanuit die wetenschappelijke onderbouwing hebben gezegd, als je kijkt naar de mogelijkheden die mensen hebben om aan de slag te gaan, die zijn eigenlijk te beperkt. En Sen heeft dus gezegd van je moet mensen die keuzevrijheid geven, mogelijkheden geven, dat er voor hen ook wat te winnen is op het moment dat ze worden begeleid naar een andere vorm van participatie. En als je het hebt over sturen van gedrag, dan gaat het ook om veerkracht, dan gaat het ook om goede voorbeelden geven, dan gaat het ook om wat zijn de effecten van de manier waarop wij begeleiden voor welbevinden en gezondheid. Nou, dat zijn een beetje de uitgangspunten geweest in het experiment vanuit wat meer theoretische invalshoek. En we willen dat gaan toetsen. Daarvoor hebben we in het experiment vier groepen, eigenlijk nog 5 groepen, maar vooral 4 groepen hebben we naar gekeken. De eerste groep is de groep waarvan wij denken, die zou het best wel zelf kunnen doen. Dat noemen wij de eigen regiegroep.
Daar focus je op zelfredzaamheid. Je wilt als begeleider natuurlijk wel weten wat mensen doen, maar verder blijf je toch een beetje op afstand. In Tilburg konden deze mensen die aan deze groep deelnamen, mensen zijn willekeurig toegedeeld aan deze groep overigens, en mensen die in deze groep zaten, die konden ook nog gebruik maken op het moment dat ze werk vinden van een extra werkbonus. Dus ze mochten een groter deel van de uitkering houden. De tweede groep was een groep van echt maatwerk, zou je kunnen zeggen, intensieve begeleiding. Want Hans van der Velde is een van de professionals geweest die deze groep begeleid heeft in Tilburg. En daar hebben we al die dingen van aandacht en vertrouwen hebben we daar proberen te toetsen. Dan hebben we nog een groep van ook maatwerk, maar dat noemen wij coaching. En daarbij konden mensen ook nog een werkbonus krijgen, een extra werkprikkel. Op het moment dat mensen bijvoorbeeld in deeltijd aan de slag zouden gaan. En de vierde groep, dat is dan de controlegroep, noemen wij dat. Dat is oneerbiedig gezegd een beetje, maar het gaat om de standaardbegeleiding die mensen nu krijgen in de bijstandswet. Meestal is daar weinig of geen contact en de contacten in al die andere groepen die zijn ook veel frequenter geweest in die periode van 2 jaar. Wij vergelijken niet alleen met de standaardbegeleiding, we vergelijken ook nog met alle andere mensen in de bijstand die helemaal niks met het experiment te maken hebben gehad. Goed, dan ga ik naar het ontwerp. Ik ga daar niet heel veel over zeggen in verband met de tijd. Wat wij naar gekeken hebben als onderzoeker is niet alleen naar wat het betekent voor die andere manier van begeleiding voor het vinden van werk. We hebben ook gekeken naar wat het betekent voor gezondheid en welbevinden. En daarvoor hebben wij ook mensen vragen gesteld in vragenlijsten aan de deelnemers. Hoe zij het experiment ervoeren en wat dat betekende voor hun gezondheid en welbevinden. We hebben ook het proces van uitvoering uitvoerig geanalyseerd. We hebben met de coaches gesproken in allerlei focusgroepgesprekken. Roland Blonk heeft ook de coaches een training gegeven die we op effecten hebben bekeken. En we hebben dus een analyse gedaan ook van de vragenlijsten die door de coaches zelf zijn ingevuld over elke deelnemer. Over hoe het proces van uitvoering gaat. Als je kijkt naar de uitkomsten van het experiment, er staat nu gezondheid en welbevinden als eerste. Dan vonden wij eigenlijk in het algemeen dat die effecten kleiner zijn dan we eigenlijk hadden verwacht. Er zijn zeker positieve effecten op welbevinden en gezondheid in een aantal gemeenten. En zeker ook in Tilburg, dat was duidelijk. Maar verwachten hadden eigenlijk toch veel grotere effecten verwacht dan we eigenlijk vonden. We vonden wel dat die effecten, voor zover het die zijn, die positieve effecten, zich vooral voordeden bij maatwerk en intensieve begeleiding en coaching. En minder bij bijvoorbeeld die eigen regiegroep. We vonden ook wel dat het een beetje op lijkt, als we kijken naar die uitkomsten, dat vooral de mensen die lang in de bijstand zijn en weinig contact hebben met de gemeente, dat die het ook meest baat hebben bij die intensieve begeleiding. Die krijgen ze nu wel, terwijl ze die eerst niet kregen. En dat betekent ook dat voor hun eigen welbevinden dat een groter effect had. Wat verder hierbij gezegd moet worden is dat de effecten dat hier wat minder waren, dat kwam voor een deel omdat, als je kijkt naar gezondheid en welbevinden, dat zijn zaken die niet zo gemakkelijk veranderen. Het is een kleine interventie en voordat het effect heeft, duurt het waarschijnlijk langer. We hebben in Tilburg eigenlijk goed 1,5 jaar kunnen kijken. Dus wellicht moeten we nog wat verder kijken. Als we kijken naar de uitkomsten voor werk. Want ik ben een beetje op zoek naar de uitkomsten voor werk. Die ik hier niet vind. Maar daar kan ik wel over vertellen. En als je kijkt naar de uitkomsten voor werk. Even terug. En nog één terug.
Ja, dit zijn de effecten. Goed, het is goed dat ik het ook even kan noemen. Want voor de een belangrijk onderdeel van de experiment, maar zeker niet het belangrijkste onderdeel, was te kijken naar wat betekent er nou voor het vinden van werk. Het gaat in Tilburg, en dat is het eerste wat we vonden, om een heel kwetsbare groep. Als je kijkt naar Tilburg, de deelnemers, en vergelijkt het met deelnemers in de andere gemeenten, dan zagen we in Tilburg dat er veel mensen waren met gezondheidsproblemen en sociale problemen. Ten tweede zagen we dat de uitstroom naar voltijds werk, ten opzichte van die controlegroep, ja, die was eigenlijk niet toegenomen. We vonden dat vreemd, want als we vergeleken met de groep die helemaal met ook een groep die dezelfde standaardbegeleiding kreeg, maar niet aan het experiment had deelgenomen, zagen we juist wel heel positieve effecten op werk. We konden dat moeilijk verklaren. En we denken dat voor een deel wij noemen dat experimenteffecten. Dus dat in een experiment dat mensen zich toch misschien wat anders gedragen. Dat kan liggen aan de kant van de deelnemers. Het kan ook zijn dat de professionals wat anders gaan begeleiden. En we denken dat nader onderzoek moet vragen. Maar we vonden wel dus een duidelijk positief effect als we vergeleken met de groep van nieuw deelnemers, die ook de standaardbegeleiding hebben gekregen, maar dus niet de vragenlijsten of dergelijke of dit soort zaken hebben ingevuld in het onderzoek. En we vonden ook een positief effect van de begeleiding, van maatwerk, vooral op deeltijdwerk. Hè, dat meer mensen aan de slag gaan in deeltijdwerk. Dan de procesevaluatie. We hebben dus ook gekeken naar gekeken naar wat het betekent voor de manier van werken door de coaches. En dan zie je dat de rapportcijfers die de coaches zelf geven aan het experiment, die zijn erg hoog. Die zitten in de orde van 8 tot 9. Ze waren zelf erg tevreden over de extra ruimte die ze kregen om mensen te begeleiden. We noemen dat een lagere caseload, dus je hebt minder mensen die je moet begeleiden en dus meer tijd voor die mensen. We zagen ook een stijging in de gemeente hanteert een soort niveau van sociale participatie. En de coaches gaven aan dat de sociale participatie van andere mensen eigenlijk gemiddeld genomen behoorlijk sterk was gestegen. Ook bleek dat coaches met veel meer plezier naar het werk gingen. Dat de relatie met de deelnemers sterk werd verbeterd. En dat de deelnemers zelf bijna ontroerd waren door de aandacht die ze kregen van de gemeente en van de coaches. Omdat ze dat niet gewend waren. Ze vroegen zichzelf af of ze niet voor de gek werden gehouden in eerste instantie. Want hoe kan het zijn dat de gemeente nu zo totaal anders met ons omgaat? En dat geeft wel aan dat die andere benadering neerdaalt bij die groep van deelnemers. Vertrouwen is niet gemakkelijk te krijgen, hè, dat komt te voet en gaat te paard. Maar die vertrouwensrelatie bleek wel erg belangrijk om zeg maar die begeleiding om te keren en ook meer vraaggericht en meer te vragen van wat wilt u eigenlijk meneer of wat wilt u mevrouw? Dan aan te komen met trajecten die later blijken niet erg effectief te zijn. Dat waren eigenlijk de grote conclusies van het onderzoek. We denken dat, wat wij vonden is dat een strenge aanpak zoals nu, dat die eigenlijk niet werken. Of in ieder geval niet beter werken zeker dan de nieuwe aanpak. Maatwerk, dat werkt zeker in de relatie met de deelnemer. Maar vraagt wel een heel andere manier van werken en een andere manier van omgaan met de deelnemer. Zelfredzaamheid, dat kan zeker werken bij mensen die een wat betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Bij kansarmen denk ik, bij mensen die kwetsbaar zijn op je arbeidsmarkt, zul je veel meer intensieve begeleiding moeten plegen en uitgaan van dat maatwerk, dat vertrouwen en aandacht geven, het open gesprek enzovoorts. Keuzevrijheid, als je mensen geen keuzevrijheid geeft, als er geen mogelijkheden zijn, dan kunnen ze ook nergens terecht. Dus het is ook aan de gemeente en aan de begeleiders om te zorgen dat er veel meer keuzevrijheid komt. Hè, veel meer mogelijkheden voor opleiding of wat dan ook, of voor sociale participatie. En één ding is zeker, de startpositie van deze mensen is erg ongelijk. En om die startpositie te verbeteren zul je ze echt
ook extra aandacht moeten geven. He, dus ongelijk behandelen in ongelijke startposities. Maatwerk door het open gesprek en vertrouwen geven en aandacht, dat werkt zeker. En wat we wel hebben gevonden is dat coaches best nog wel behoefte hebben aan een betere ondersteuning en begeleiding. Om te kijken van hoe kun je eigenlijk deze nieuwe aanpak ook in de praktijk zo goed mogelijk realiseren. En wij zijn als onderzoekers erg positief over deze uitkomsten. Ondanks het feit dat de harde grote effecten we niet vonden. Maar het zijn kleine interventies. En gezien het proces wat er gebeurd is, denken we dat we hier toch in de toekomst veel lering uit kunnen trekken. En gelukkig ook dat een aantal gemeenten inmiddels de stap hebben gezet om beleid te veranderen. En veel meer in de richting van maatwerk, aandacht en vertrouwen. Dank u wel. Mag ik schoonmaken? Dankjewel Ruud voor deze mooie presentatie. We hadden nog even, als er nog verduidelijkende vragen waren, dan had het gekund. Maar ik denk dat je verhaal heel erg duidelijk is, want ik zie ze niet, Marjel. Ik zie wel twee opmerkingen, die geef ik jou dan vast nog even mee. Dat zijn geen vragen. Ralf Ambrechts die zegt, het experiment in Tilburg verschilde ook met de rest van de wereld, omdat geluk en welbevinden voorop stonden, in plaats van uitstroom naar werk. Is dat zo? Klopt dat goed gezien? Nou, in alle gemeenten was natuurlijk wel het uitgangspunt, ook van de gemeente, dat men keek naar wat de effecten zijn op welbevinden en gezondheid. En zelfredzaamheid en dat soort zaken. Tilburg sprong er wel een beetje uit ook dat we daar met name bij intensieve begeleiding toch wat positievere effecten vonden dan bij de andere gemeenten. Zeker. Dus, en dan zegt Ralf nog dat de belangrijkste conclusie is dat streng zijn is in ieder geval niet beter. En dat is wel een hele mooie brede opmerking. Waarom zouden we een samenleving niet inrichten vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen? Nou, dat is een hele mooie. Het zou bijna de afsluitende zin voor de hele middag kunnen zijn. Maar die nemen we even mee. Er is ook nog een vraag, maar dat is echt weer een discussievraag. Die bewaar ik voor straks, voor tips voor opleiden. Die onthouden we even. Wannes, ik geef jou deze schoongemaakte.